Het is voorlopig wisselvallig herfstweer. Oktober belooft zelfs onstuimig te worden. En dat hebben we te danken onder andere aan de straalstroom. Een sterke wind op zo'n 10 kilometer hoogte. En die wordt veroorzaakt door het verschil in temperatuur rond de evenaar en de lucht die vanuit de polen onze kant op komt. En ertussenin zie je dan een west-oost gerichte stroming ontstaan, die natuurlijk ook een beetje meandert. En die voert al die lage drukgebieden met bijbehorende storingen aan. En als zo'n straalstroom precies boven ons land ligt, ja, dan hebben we bij ons dus wisselvallig weer. En dat is zo. Nou, die straalstroom die kan af en toe hinderlijk zijn voor het vliegverkeer. Scheelt natuurlijk een hoop brandstof en tijd om naar de overkant te komen van de oceaan bijvoorbeeld. Ze vliegen vaak ook om. Maar omgekeerd halen we ons voordeel eruit als we de andere kant op vliegen. Want dan kunnen we soms anderhalf uur eerder thuiskomen met beduidend minder brandstof. Meer details over het wisselvallige herfstweer op weer.nl.